Beste kijkers, het is en blijft hangen en wurgen, piepen en kraken onder in het speelveld van onze AIX-index. Ook vandaag weer een dappere poging vanuit het stierenkamp om te overleven boven de 6.32 passage. Gedurende de dag werden de bulls daar toch weer eventjes ondergedrukt en het dreigde net als gisteren weer een vrije val. Alleen richting het slot wisten de bulls zich toch te vermannen en een slotkoers neer te zetten weer nipt boven de groene streep. Edoch, de candle kleurt zwart vandaag, dus ze verzwakken wel de bulls. Maar goed, het is en blijft spannend. Zolang de body boven die groene streep blijft liggen, boven 6.32, is er een kans, althans die wordt wel kleiner door de afzwakkende bulls, is er nog wel de kans op een rebound richting 6.60 tot ietsje hoger. Een goede zwarte candle met slotkoers onder 6.32, met andere woorden, als de groene streep wordt weggeslagen, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan moeten we ons toch opmaken voor een vervolg van de downtrend en dan kan er nog best wat aardig puntjes van af. Daarbij wordt de afstand met de gemiddelde lijn wel steeds groter en dat leidt dan weer langzaam maar zeker tot wat overspannenheid. Dat is allemaal van latere zorg. Het is nu per dag bekijken of de spelers overleven, de bulls in dit geval, en of ze in staat zijn om boven die groene steunzone te blijven. Ik kan me voorstellen dat u daarop wil wachten, alvorens weer posities in te nemen en te overwegen. Eerst maar een duidelijk signaal uit het veld, hetzij duidelijk naar beneden, hetzij overtuigend omhoog, en dan maar weer eens actie ondernemen. Wat dat betreft is een zijlijnpositie misschien nog wel de beste op dit moment. De DAX vandaag 1,7% er vanaf. Daar geen wijziging in het technische beeld. Gisteren een witte candle, vandaag een zwarte candle. Swingteller op min 1. De RSI nadert weer de OS-lijn. De DBS staat nog steeds in het blauw. Dus hier houdt de beer toch wel de meeste troefkaarten. En het ziet er naar uit dat ze die mogen uitspelen naar lagere niveaus. Niet eerder dan bij koersvorming zo rond of boven 12.150. Beetje de low en de high van de afgelopen candles. Boven 1250, dan raakt de berenkou een beetje uit de lucht en zou je op mogen maken voor een rebound richting de 13.000 puntengrens. Dus eigenlijk ook hier eerder wat vanaf de zijlijn toekijken hoe de spelers zich gedragen dan echt zware positie innemen. Want daar is het de markt niet goed voor. Turbulentie zwelt aan, dus hou het kruid wat dat betreft even droog. Terug naar het Nederlandse speelveld. Zijn er dan titels die het interessant doen? Zeker. Ik heb voor u geselecteerd de dagkaart van Relax. Klein plusje vandaag en Relax die zou kunnen gaan rebounden richting de Fibo-grid op 25 plus tot 25,70. Misschien zelfs door naar krap 27. En dat komt omdat er vandaag een bullish engulfing patroon is neergezet. Witte candle die de voorliggende doodzie candle omarmt. Maar ook niet onbelangrijk, de swingteller naar plus 1. En daardoor verschijnt er een rebound status op het dashboard. En mag je met een stop op 24 plus, gelijk aan het groene streepje, voorzichtig wat reboundposities overwegen om de afstand met de SMA-lijn te verkleinen, want dat wordt de opdracht van de bulls. Rebounden met Relax richting 25 plus tot krap 27. Ik wens je een prettige avond.